Je zag hem dus in de kroeg. Ja. De vonk sprong gelijk over. Ja, ik zag hem en ik dacht, jee, ja, dat is hem. En ik had toen nog niet echt de moed. Mijn ex die kwam met een geweldig idee. Die zei, hier heb je Belgische francs, lange tijd geleden. Schrijf hierop, zullen we dit aan de overkant van de grens besteden? Wat leuk. Met een nummer eronder. Een groot biljet. Een groot biljet. En dat gaf ik aan het einde van de avond aan hem. Ik zei, alsjeblieft. En toen zei hij, oh ja, leuk, leuk. Ja, ik bel je nog wel. Ik zei, dan bel je me vanavond. In één keer werd ik moedig. Dat is wel heel assertief. Ja, in één keer. Ja, in één keer. Ik kreeg in één keer, dacht, nu aanpakken. Zo romantisch. Ja. Ook. Ja. En toen zei hij, moet ik je vanavond bellen? Ik zei, ja, accepteer je nu niet mijn uitnodiging? Ik denk even aanzetten. En, ja. Oké. Maar wat hij heel slim deed, hij is naar huis gegaan, is in bed gekropen en hij heeft me toen pas gebeld, want hij wilde niet dat het een one-night stand werd. Wat goed van hem. Kijk, hij wist natuurlijk, zou het daarbij kunnen blijven. Ja. Is dat nou het geheim, Sipke Jan? Want ik ben natuurlijk al heel lang vrijgezel, weten mensen thuis ook. En je hebt alleen maar one night stands. Ik wil ons er even buiten laten, Jurre. Maar als je eraan wil refereren, was fijn. Ja, ik heb genoten. Leuk. Ja, meerdere keren over. Ja. Maar goed, was dat ook zo gegaan dan? Heeft hij een goede move toen gemaakt? Ja, hij is heel slim. Ja? Is een hele, dat nog steeds, ik heb het ook een keer uitgemaakt met hem. Toen zei ik van, ik maak het uit. Hij zegt, dat accepteer ik niet. Waarom? Je verzint maar een betere reden. Hij kan scherp sturen. En dat is ook goed. Dat heb jij nodig. Ja, en soms zeg ik, bam, nee. Want je bent natuurlijk een groot, imposante, als je hier binnenkomt, groot, imposante man. Maar een klein hartje zo te horen.